Veilen, schrappen, bezuinigen. De gemeente Delft doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de kosten van de aanleg van de spoorzone worden teruggebracht. Als er niets gebeurt, dreigt er in 2030, als het project klaar is, een financieel gat van 80 miljoen euro. Door nu in te grijpen moet dat 50 miljoen worden. Een van de maatregelen is het fors verhogen van de parkeertarieven voor bezoekers. Zij gaan straks voor een plek op straat of in een garage 20% meer betalen. Heel vervelend vindt de gemeente, maar ook onontkoombaar. Overigens wijst onderzoek uit dat mensen vooral naar een stad komen vanwege de aantrekkelijkheid van de stad en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. Het parkeertarief kan wel meespelen, maar is niet doorslaggevend. Verder moeten fietsers die hun rijwiel voor een langere periode vlakbij het station stallen hiervoor gaan betalen. En dat betekent dat meer mensen gewoon de stalling voor één dag gebruiken en daar niet fietsen heel lang laten staan. En dat helpt je in de benutting van capaciteit en hoef je niet extra fietsenstallingen te realiseren. En dat bespaart geld. Delft hoopt verder dat de vervoersautoriteit de kosten van de tramsporen voor zijn rekening wil nemen. En probeert te besparen op de inrichting van het gebied. We realiseren een heel nieuw deel van de stad voor de komende 100 jaar. Met een tunnel waar treinen onder de grond gaan, waar ze nu nog 350 keer per dag door de stad rijden. Ja, dat is wel waar je het voor doet.